bij een nieuwe vraag op straat. Ik zit hier aan de haven, een van mijn meest favoriete plekjes van Breda. Leuke terrasjes, gezelligheid, bootjes die hier rondvaren in de zomer. Maar wat is nou eigenlijk uw leukste plek in Breda? Het Verkoopplein, de Grote Markt, het Sas. Er zijn heel veel leuke plaatsen in Breda. Maar wat maakt Breda nou zo leuk? Een vraag op straat vraagt het aan u. De gezelligheid van het winkelen. De winkels zijn veel groter dan bij ons in België. En ook het historisch gedeelte vind ik heel leuk. Ja, de Ginnekeweg is heel erg leuk, omdat je daar allemaal exclusieve winkeltjes hebt. En restaurantjes en cafeetjes en huizen. Huizen uit 1880, waar we zelf ook wonen. En dat is gewoon heel leuk. En een heel gemengd publiek. Jong, oud. Ja, het is gewoon een dorpje op zich. In een stad. En vlakbij het bos. Ik denk de Grote Markt. Met al zijn terrasjes, cafeetjes. Ik kan er een paar opnoemen. Zal ik maar niet doen. Maar dat kan ik eigenlijk wel doen. Tap Rijken is heel erg leuk. We hebben daar lekkere eetcafeetjes. Dickens & Jones, Confuego, het Voske om uit te gaan, om wat te drinken. Ja, eigenlijk is Breda heel, heel erg leuk. Het centrum, maar ook wel de uitgaansgelegenheden zijn ook wel... Ja, dat is, wij komen uit Berg of Zoom, Halsteren. Ja, en dan is dat toch hier. Dit is groter, leuker, gezelliger. Ik vind de haven het leukste en gezelligste plekje van Breda. En kan u mij dan uitleggen waarom dat zo is? Hele mooie terrassen, hele gezellige cafés, een heel mooi uitzicht op het mooie kasteel, leuke rondvaart. Er is hier altijd wat te doen en altijd wat te beleven. Ik vind de restaurantjes de leukste plek in Breda. Vooral de Griekse restaurantjes en je hebt ook Mexicaanse restaurantjes. Het Ginneke. En waarom? Omdat ik daar woon, het is heel compact. Er zit een pleintje daar. Het is niet iets van 20 minuten lopen hier vandaan. De gezelligheid is heel compact ook. Aan het eind van deze straat heb je een terrassengeheel. Nou, en dat was verschrikkelijk gezellig. Dat is volgens mij het Verkoopplein, als ik me niet vergis. En wat maakt het Verkoopplein nou zo gezellig? De vriendelijkheid, de gastvrijheid, de hond kreeg gelijk een bak water. Leuke bediening, het was gewoon af.